Als koersbepalend kenniscentrum bijdragen aan een duurzame melkveehouderij in 2030. Dat is de uitdaging van Dairy Campus. Hoe we dit doen, laten we in dit vergezicht zien. Innovatiecentrum Dairy Campus is in 2011 opgericht met als doel om als vliegwiel te fungeren binnen de kennisketen van de Nederlandse melkveehouderij. Anno 2021 staan er een aantal state-of-the-art gebouwen met moderne onderzoeks- en dierfaciliteiten. Maar er is meer. Minstens zo belangrijk is het uitgebreide netwerk met een brede verankering in de agrarische sector. Daarnaast is Dairy Campus nauw verbonden met de groene kennisinstellingen zoals Wageningen University & Research, Van Hal Larestein, maar ook het bedrijfsleven via LTO en het Dutch Dairy Center. Het netwerk Dairy Campus is cruciaal. Hiermee maken we verbinding met de omgeving, de maatschappij, overheid, wetenschap, bedrijfsleven en melkveehouders. Dit gebeurt onder de vlag Finding Solutions Together. De kennis die we hier met elkaar opdoen, delen we ook met elkaar. Dairy Campus inspireert de zuivelketen. Door deze functie is de relatie met de burgers sturend. Want uiteindelijk komen de producten, zoals kaas en melk, bij de consument op het bord terecht. De rol van de consument is het laatste decennium sterker geworden. Men stelt hogere eisen. Hierdoor is de interactie met de omgeving nog belangrijker geworden. Welke eisen stelt de maatschappij? De productie van zuivel moet natuurinclusief. Het moet voldoen aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van de VN, SDG's. En op circulaire wijze tot stand komen. Voor Dairy Campus zijn dit drie leidende gedachten die telkens terugkeren in onze denk- en werkwijze. Veel voorkomende vraagstukken gaan over het product, biodiversiteit, voedselveiligheid en dierwelzijn, nu, maar ook in de toekomst. Waar moet melk in 2030 aan voldoen? Hoe ziet de toekomstige boerderij eruit? Hoe gaan we die transitie gezamenlijk invullen? Het gaat niet alleen om technische innovaties, maar ook om hoe die innovaties bij elkaar komen binnen een boerderij. Met deze vragen en antwoorden gaan we aan de slag binnen onze activiteiten. Deze activiteiten vinden op het innovatiecentrum plaats, in opdracht van overheden of het bedrijfsleven. Ze worden uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research, collega's van andere universiteiten en kennisinstellingen. En natuurlijk het team Dairy Campus. Samen met de faciliteiten en de dieren zorgen we ervoor dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd en dat data en kennis beschikbaar komt in het innovatietraject. Kennis en resultaten die voortkomen uit het onderzoek op Dairy Campus worden niet alleen beschikbaar gesteld, maar ook praktisch toepasbaar gemaakt. Dit doen we voor onze partners in de kenniswereld, zoals middelbare en hogescholen. Het bedrijfsleven bereiken we onder andere via kennisevents, beurzen, demonstraties, open dagen, excursies, vakbladen, digitale platformen en nieuwsbrieven. Het onderzoek vindt op ons terrein plaats, in een speciaal daarvoor op grote schaal ingerichte en unieke boerderij. De faciliteiten bestaan uit 6 verschillende stallen, 300 hectare grond en 500 melkkoeien. Alles ten dienste van onderzoek, innovatie en kennisdoorstroming. Alles is er hier op gericht om zoveel mogelijk data te verzamelen. Deze data leidt tot informatie en kennis die via het netwerk Dairy Campus toepasbaar wordt gemaakt voor de markt en de gebruiker. De onderzoeksfaciliteiten op Dairy Campus zijn ingericht volgens 7 focusvelden. Smart farming. Werken aan de toekomst met nieuwe technieken. Hoe verzamelen we op een slimme manier via sensoren data? En hoe kun je die kennis gebruiken? Biodiversiteit. Hoe verbeteren we deze? Hoogproductief grasland, afgewisseld met bloemen- en kruidenvelden, hebben de voorkeur. Zeg maar een juiste mix met strokenteelt. Rondom een aantal percelen hebben we ook het waterpeil opgezet. Groene energie. Op Dairy Campus werken we al jaren met een biovergister en hebben we ook zonnepanelen. Nieuwe ideeën gaan in de richting van integratie van zonnepanelen en grasproductie en kleinschalige windenergie. Emissies. Een actueel onderwerp. Een groot deel van het huidige onderzoek richt zich op broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering, zoals methaan en lachgas.
Ook ammoniakemissie krijgt veel aandacht. Emissiearme vloeren, mest van urinescheiden en het koetoilet zijn praktische voorbeelden die op het Dairy Campus worden getest. Veerkracht. Het dier staat hierbij centraal. Voor de boer is melkproductie van de koeien belangrijk. Dit moet de koe zo goed mogelijk volhouden. Er wordt gekeken naar de relatie tussen levensduur, weerstandsvermogen, gezondheid en welzijn. Voeding. Hoe gaat een melkkoe efficiënt om met haar rantsoen? Voeding heeft effect op mest, maar ook op de uitstoot van de koeien zelf. Met de juiste voerstrategieën zijn emissies te verlagen en voerefficiëntie te vergroten. Bodem. De bodem is cruciaal om gras te laten groeien. Kwaliteit en opbrengsten worden erdoor bepaald. De klimaatverandering brengt uitdagingen mee, zoals droogte, wateroverlast en muizenschade. Maar ook de vragen vanuit biodiversiteit. Ook het voorkomen van bodemverdichting nemen we mee in het onderzoek. We kijken expliciet naar de toepassing van high-tech. Dairy processing is recent toegevoegd aan het speelveld van Dairy Campus. Hiervoor werken we nauw samen met het Food Application Center van een van onze partners, Van Hal Larestein. Hiermee staat Dairy Campus niet enkel voor de primaire kant, de melkveehouderij, maar is het een innovatiecentrum voor de gehele zuivelketen. Zowel up als downstream. Nationaal en internationaal. Belangrijk is dat al die technische innovaties op een integrale wijze bij elkaar komen op de boerderij. Dairy Campus wil hiermee ook bijdragen aan de transitie naar een duurzame zuivelketen. The Dairy Chain of Tomorrow.